moeten ze nog iets aanzetten. We hebben iets niet aangezet. Ja? Zijn we in beeld? Kun jij mij uitleggen, wat doet de veiligheidsadviseur nou? Je had het over schade aan deze kademuur. Ja, dat klopt. Wat zie jij zoal de hele dag? Bootjes. Test, 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 test. Nou, volgens mij doet dit niet. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar Leijenbrug. Dat is Leijweg. En wat gaan we dan doen? Wat ga jij dan doen? We gaan daar even controleren of alles netjes op zijn plaats staat. Alles netjes, of alle auto's normaal geparkeerd staan. En ook netjes betaald hebben. Want ze daar betaald parkeren. En men moet daar gaan betalen om te gaan parkeren. Kijken jullie wel uit voor het verkeer? Ja. We zijn niet altijd goed. Ik ga even kijken. Ja, netjes. Koppie. Hoe ben je er ooit bij gekomen om parkeercontroleur te worden? Ja, dat is zo lang geleden. Dus ik zag een vacature en ik denk ik ga het even proberen. Maar ik had nooit geweten wat het inhield. En toen ik binnenkwam was het van, wauw, is dat het? Het is veel meer dan men denkt. Parkeercontroleur, vind jij dat een vak? Ja, het is een vak. Het is zeker een vak, want het is niet zomaar buiten even lekker lopen en even een bonnetje schrijven. Dat is het helemaal niet. Want je moet best wel veel weten voordat je dit gaat doen. Wat moet je allemaal weten? Ja, je moet sowieso stressbestendig zijn, dat is heel belangrijk. En je moet goed vooruit kunnen kijken, je overzicht moet goed zijn. Je moet kunnen zien wat er verderop in de straten gebeurt. Heeft niks met te maken met de bekeuringen, het heeft ook te maken met, noem maar op, want je loopt in uniform. En wat gebeurt er allemaal in de straat, is allemaal belangrijk, het is echt een vak. We geven eigenlijk alles door wat we eigenlijk buiten tegenkomen. Is het een lantaarnpaal die niet werkt, geven we ook door. Is een stoeprandje die gebroken is of gevaarlijk en hinderlijk is, geven we ook door. Soms heb je putten die het niet doen. Of putten die helemaal openstaan, die puttendeksels. Nou, die worden dan met spoed gemaakt, want dat is levensgevaarlijk. Dus dat geven we allemaal door buiten op straat. We lopen minimaal met z'n tweeën. Het kan ook zijn met z'n drieën of vieren. Maar meestal met z'n tweeën. En dan is het elkaar goed in de gaten houden. En daarvoor hebben we ook twee mensen, dat we een koppel zijn. Als hij aan het werk is, dan scan ik de straat of er niemand aankomt met een agressieve bedoeling of iets dergelijks. En altijd gewoon een hele goede parkeercontroleur. Dus dat zit wel goed. Hoe is dat om dat te horen? Nou, dat is fijn om te horen. Dat is, ja, wat moet je van zeggen? Het is fijn. Maar het is ook van, hoe voel je? Ik voel me altijd prettig om te gaan werken en ik voel me prettig als ik buiten ben. Dus je ziet het, heerlijk weer. Dus er zijn mensen die zijn gewoon jaloers op ons.